Ja, dames en heren, het hoge woord is eruit. René is de mol van 2021. Niet geheel onverwachts, 65% van de mensen zaten op René. Maar zoals altijd is het leuk om even terug te blikken op het seizoen. En er zijn natuurlijk extra molacties die alleen online te vinden zijn. En die ga ik vandaag ook even in de video laten zien en bespreken. Ik kan wel zeggen dat dit seizoen een bewogen seizoen was. Het begon voor mij ontzettend sterk met die lekkere mindfucks in het begin, weet je wel. Die jokers die onder de deur door werden geschoven. En nog veel meer opdrachten waar een dubbele laag in zat. Natuurlijk waren er ook opdrachten waar we iets minder blij mee waren. Zoals de opdracht waar er 5000 euro uit de pot werd geënt. Maar al met al hebben ze toch gewoon een leuk seizoen uitgezonden. Want je moet even niet vergeten dat dit allemaal heeft plaatsgevonden tijdens COVID. Ik moet niet denken aan de productiehel van dit allemaal te regelen, terwijl we gewoon midden in de pandemie zitten. Waardoor opdrachten opeens niet meer kunnen doorgaan, of waardoor je heel erg creatief moet zijn met de opdrachten. En daarvoor echt hulde naar de productie, dat ze het gewoon alsnog geflikt hebben. Want vorig jaar hadden we ook gewoon 2 seizoenen in een jaar, en dus nu nog een pandemie-seizoen. Het waren niet de makkelijkste jaren voor Wie is de Mol. Dus bij deze heel erg bedankt voor het alsnog realiseren van dit seizoen tijdens COVID. Ik vind het leuk om meteen even te gaan kijken naar wat extra hints en naar wat molstreken. De extra's die online staan, want ik heb ze oprecht zelf nog niet gezien. Degenen die zijn uitgezonden, ja, die hebben we eigenlijk allemaal wel gezien. De belangrijkste, tenminste voor mij persoonlijk, was natuurlijk degene met de puzzel, waar ik veel te laat in de nacht erachter kwam dat er wat puzzelstukken omgewisseld waren. En ja, vanaf dat punt was het voor mijn gevoel wel echt 99% zeker René. In de eerste aflevering hadden we ook al een rood lijntje naar haar lopen als meest verdachte. Dat kwam eigenlijk gewoon doordat ze... Huh? Wat zei je? Nee, ik kan niet lezen. Ja, dat was sowieso een beetje een rode draad in het seizoen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat hoewel ik dus in de eerste aflevering en na de laatste paar afleveringen René had, heb ik in de tussentijd wel echt andere mollen ook gehad. Voornamelijk Joshua en Splinter sprongen toch heel erg naar voren. Want ja, als je kijkt naar de hele grote bedragen die eruit zijn gegaan, zoals bij het rad waar de 2000 euro uiteindelijk uitging, en natuurlijk de 5000 euro die bij de treinopdrachten uit werd gespeeld, is het allemaal niet echt door de mol gebeurd. Dus ik hoef voor mijn gevoel ook niet heel erg terug te blikken in wat er al is uitgezonden op televisie. Zoals ik al zei, we hebben dat bijna allemaal wel gezien. Dus we gaan even kijken naar de extra hints die online staan. Ik vond het trouwens wel superleuk dat er dit jaar ook weer geheime hints waren. De enige vraag die ik had na de uitzending op televisie is, wat is nou die connectie met de joker? Want ja, die speelde gewoon een enorme rol dit seizoen. Van de joker lach tot de jokerkaarten tot nog meer dingen. En het kwam niet echt in de aflevering op televisie, voor mijn gevoel, naar voren wat er nou precies de connectie mee was. Dus ik ben even gaan kijken en hier online staat er wel een aanwijzing waar de jokerkaart in voorkomt. De aanwijzing is als volgt. De jokerkaart. Die lijkt gelijk aan een originele jokerkaart, maar de I op Wie is de Mol wijkt af. Zet je de I in de originele positie, dan wordt de I een minteken. Dan staat er W-E, oftewel de 23e letter van het alfabet, min de 5e letter, dus de 18e letter is... De mol is R, is de mol. Waarbij de R verwijst naar de D. Oké. Ik moet zeggen, toen ik het las, kon ik het me niet echt inbeelden. Want ja, wat ze eigenlijk zeggen is, als je ziet aan de linkerkant, zie je de kaarten op het origineel. En aan de rechterkant heb je de Wie is de Mol versie. Maar als je dan de kaarten... de letters post, net zoals op de kaart. Daar krijg je een min. Nou, ik heb hem voor jullie gefotoshopt. En hier kwam ik uit, de I is naar links gedraaid. En dan zie je inderdaad een soort van W-E. Maar ja, het is niet echt een min, want je ziet gewoon nog dat het een hoofdletter I is. Dus, I don't know. Ik doe natuurlijk altijd een selectie als ik honderden of zelfs duizenden hints van jullie binnenkrijg. En om heel eerlijk te zijn, dit was niet door mijn selectie gekomen om interessant genoeg te zijn om in de video te stoppen. Maar ja, ik snap waar ze vandaan komen. Laten we daarop houden. Laten we gewoon kijken naar nog extra hints. Ja, ik zit een beetje te scrollen. Ik denk dat de andere... Het is veel met de titel en zo. Tot 3 tellen. De titel van aflevering 5 verwijst naar de mol die na de opdracht zekerheid bieden als eerste in de kamer zit. Dat is waar ze moesten bieden. En wachtend op Joshua en Splinter tot 3 kan tellen. Je kan dat natuurlijk ook omdraaien, want als je de laatste bent die de kamer inloopt, dan denk je 1, 2 en ik ben 3. Dus dat kan je ook tot 3 tellen. Deze vind ik wel leuk. Dezelfde aflevering draagt de mol een broek met verfspetters. Dat refereert aan de voorkennis die de mol heeft over de opdracht wie, wat, waar. Waar ze moeten tekenen in de bergen. Nou,
dat is een leuke. En aflevering 9, de titel van de aflevering Kaarsrecht, verwijst naar de mol die als enige een kaarsrecht onder de envelop van de mol houdt. Vind ik ook leuk. Nou, we gaan even kijken naar een molstreek. Ik heb hier eentje staan. Laten we even kijken wat de extra molstreek was. Dat het duo elkaar vertrouwt. Oké. Want met deze opdracht kunnen jullie 4 vrijstellingen verdienen. 4 vrijstellingen? Ja, ik wist dat dit moment ging komen. En daarom heb ik de afgelopen dagen geprobeerd om het vertrouwen van Rocky te winnen. Oh, sneaky René. Dat vond ik trouwens ook in de opdracht waar ze het rap moesten draaien. Waar je vrijstelling kon krijgen. Geld in de pot, geld uit de pot. Vond ik het ook echt nice dat René Rocky specifiek koos, omdat ze wist dat Rocky de waarheid ging spreken. Dat vind ik oprecht wel een goede psychologische molactie. Laten we naar de grotten gaan. Onderweg naar de Abseil-opdracht was het vrij eenvoudig om iedereen te van overtuigen dat de duelpartners het geld moesten pakken, zogenaamd de potten spekken. Maar stiekem had ik daar natuurlijk een hele andere reden voor. Als wij de Abseilers een koker met geld laten pakken en ze houden dat, dan krijgen ze alle 4 een vrijstelling en dan komt er 0 euro in de potten. Maar dan... Laten we gewoon met z'n allen voor onze partner gaan. Ja. Oh jee. Het pot en het geld. We doen het okay, samen. Yes. Ja, dat zijn we goed, joh. I know. Let's go. Nou, Unite! Ja, houd je toch niet voor mogelijk? Unite! Ze kiezen allemaal voor 500 euro. En niet voor een vrijstelling. My god, wat is dit voor een groep? 500 euro de pot erbij. Dus dat betekent dat de Abseilers gedag kunnen zeggen tegen de vrijstelling? Rocky geeft mij de koker met geld. 500 euro. En weet je wat het erge is? Als Rocky zelf het geld had gehouden, dan was er 2000 euro uit de pot gegaan. Dikke vette pech voor mij. Goed gedaan, Rocky. Well done. Je was dus wel te vertrouwen. Wacht even. Dit is toch een extra molactie? Ze hebben toch geld opgehaald? Wat ben ik nou gek? Hè? Dus de molactie is dat ze geld hebben verdiend. Oké, we hebben nog een molactie om te bekijken, maar... Kijk, ik kan het René voor mijn gevoel... Het is karig qua molacties dit seizoen. Ik snap het. Maar hè? Dat ze zelfs dus nu extra molacties gaan online zetten. Waar geen geld uit de pot gaat en geen molactie plaatsvindt. Ik zou het echt wel heel leuk vinden voor komende jaren. Als gewoon echt de mol even iets meer zijn best moet doen. Dat het niet in een puzzel één stukje veranderen is. En je verdient de hele puzzel niet meer. Maar dat gewoon echt de mol moet strijden. Want nu hebben ze dus gewoon de laagste pot ooit. En nou ja, gefeliciteerd. Je hebt Merel van de troon gestoten. Trouwens echt helemaal niets tegen René. Hè. Ik bedoel, ze komt super leuk en lief over. Maar het meeste geld is gewoon echt wel weggespeeld door de kandidaten zelf. Of de opdrachten waren dus gewoon echt niet uit te voeren. Letterlijk niet op tijd en je kon niet het geld verdienen. Of er kon 5000 en 2000 euro uitgespeeld worden. Ja, of je kon met één mega klein iets zoals een puzzelstukje een hele opdracht laten mislukken. Ik mis een beetje de risk-reward. Om het op z'n Joshuaans te zeggen. En ik snap wel dat je niet altijd mega veel risico kan nemen. Ik bedoel, het jubileumseizoen was natuurlijk bizar veel risico toen Nicky letterlijk omdraaide en de mol zag. Maar ik zou het echt wel leuker vinden als de mol zelf echt iets meer moet gaan mollen komende tijd. Of ze moeten echt gewoon in het spel mega mindfucks gaan doen zoals de Vlaamse Wie is de Mol. Want dan heb je gewoon daar al genoeg aan als kijker. Dat vind je gewoon al tof genoeg om dat te zien ontwikkelen. En dan maakt het je niet heel veel uit aan het einde of er nou heel veel gemold is, want het hele avontuur was al heel sick. Maar als je op dat gebied braaf blijft, dan moet er wel aan het einde een hele grote climax zijn qua mol. En dat viel hier ook wel mee. Maar we hebben nog een molactie. We gaan die ook gewoon checken. Komt u maar, René. Let's go. Waar zijn we? Oh, dit is die opdracht met schakelaars. Let's go! Kijken rennen. Oeh, ik ben wel heel benieuwd naar deze molopdracht. Want als mijn geheugen me correct... Ja, volgens mij heeft René hier 500 euro verdiend. En Rocky 250, want dat had ik nog besproken. Dus ik ben heel benieuwd wat dan de molactie is. Ik hoop niet dat het is dat ze 500 euro heeft gehaald in plaats van 750. Oké, gaan we gewoon kijken. Ik heb daar de helft van kunnen pakken. 500 euro voor de pot. Ja. En 500 euro... Voor mezelf? Voor de mol. Nou, hebben we niet nodig. Jeetje. Toch? René, doe even normaal, joh. Potverdorie. Nee, ja, dit is leuk. Alsnog had ze wel het meeste geld van iedereen gepakt. Want de 500 euro had ze ook kunnen laten liggen. En dan was alles mislukt. Maar let's go, René. Geld eruit gespeeld. Ik vind het een mooie afsluiting van het seizoen. Nogmaals,
insane. Leuk dat ze het gewoon gedaan hebben tijdens de pandemie. En zoals altijd ziet het er prachtig uit. En zijn de opdrachten gewoon fantastisch vormgegeven. Ook dit jaar was het echt weer gewoon super om naar te kijken. En weet je wat het is? Dit soort jaren waar het gewoon iets rustiger is, kan het ook juist weer opbouwen naar een gigantische climax volgend jaar. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Ik blijf op dit kanaal lekker uploaden. Namelijk elke woensdag en zaterdag ga ik een video online gooien. We gaan raadsels oplossen en mysteries, dames en heren, elke zaterdagochtend. Want heel veel mensen hebben dat aangevraagd dat ik weer raadselvideo's ga doen. En op de woensdag gaan we experimenten doen. En het eerste experiment aanstaande woensdag is dat ik €500 in willekeurige aandelen heb geïnvesteerd om te kijken of ik winst kan behalen in 1 maand tijd. Want ze zeggen dat een aap beter kan beleggen dan de gemiddelde markt. Dus daar gaan we achter komen. Super bedankt voor het kijken natuurlijk weer. Het is gewoon een 6e seizoen dat we gedaan hebben. Ik hoop dat jullie weer van hebben genoten en dat jullie wat aan de tips hadden. Vergeet niet duimpje omhoog te knallen, te abonneren. En ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan mensen. Ciao.